Ruzie, kabaal, moedwil en misverstand. Zo kan het gaan in een kort geding voor de rechtbank. Vaak het middel om je gelijk te halen. Dan moet de rechter het maar uitmaken. Kijk maandag naar In Kort Geding bij de Tros op TV2. De Tros zegt waar het op staat. Dames en heren, goedenavond. Toen ik vorige week sprak over het veelkoppige monster dat Rijksoverheid heet, waren er nogal wat kijkers die meenden dat ik iets tegen ambtenaren heb. Maar het ging helemaal niet over mijn persoonlijke sympathieën of antipathieën tegen wie of wat dan ook. Ik heb u alleen proberen uit te leggen dat door het feit dat de politiek munt wil slaan uit elke waan van de dag, de Rijksoverheid en de bureaucratie onbeheersbaar wordt. Ik zal het u nog sterker vertellen. Het kabinet is er zo opgebrand dat haar gebrekkige beleid goed overkomt dat zij enorme bedragen uittrekt voor voorlichting en public relations. Niet alleen voor de Rijksvoorlichtingsdienst en voor de persberichten, maar ook voor Postbus 51 spotjes, tv-sponsoring en imagocampagnes. De Rekenkamer heeft uitgerekend dat dit bedrag sinds 1983 van 200 naar 660 miljoen is opgelopen. Dus moet er stevig bezuinigd worden. Terug naar 300 miljoen of zo? Ben je mal. In plaats van de geplande uitgaven van 740 miljoen in 1994... mag het maar 680 miljoen worden. Een uitgavenpost in 10 jaar meer dan verdrievoudigen. En dat een bezuiniging van 60 miljoen noemen. Zo zijn onze manieren. Heel voorzichtig probeert men met de kaasschaafmethode het aantal rijksambtenaren terug te dringen. Maar de enige werkelijke teruggang is te danken aan het privatiseren van PTT. Ontslagen ambtenaren vallen in riante wachtgeldregelingen en blijven rekeningrijk, dus dat lost ook weinig op. Integendeel. Het krappe personeelsbeleid zorgt ervoor dat er steeds meer werk de deur uit wordt gedaan. Particuliere adviseurs, management consultants, automatiserings-, trainings-, opleidings- en outplacementbureaus verdienen een gouden boterham in Den Haag over de ruggen van de ontslagen ambtenaren heen. Het particuliere organisatiebureau Terpstra en Tukker, welzijnswerkers uit de jaren 60... had een chaos aangericht op het ministerie van Vrom, maar kreeg 8 miljoen gulden betaald van minister Alders, waarvan 1,1 miljoen voor werkzaamheden die het bureau nooit zal verrichten. Het verhaal gaat dat het Rijk dit jaar voor ruim 1,5 miljard gulden aan externe adviezen heeft gevraagd. Het onderzoek loopt nog. Wel zeker is dat 1. De besluitvorming te traag, te duur en te omslachtig is. 2. De ene overheidstaak op de andere wordt gestapeld zonder dat er iets afgaat. 3. De departementen elkaar tegenwerken in plaats van samenwerken. 4. De ministeries doen ten onrechte alles zelf. Studie, voorbereiding, uitvoering en handhaving van het beleid. En dat leidt tot versnippering, onderbenutting en competentieconflicten. En 5. Er is een teveel aan ingewikkelde wetgeving en te weinig aandacht voor uitvoerbaarheid en handhaving. Zware beschuldigingen, maar ik heb ze niet bedacht. Ze staan in een openhartig, maar nog niet openbaar gemaakt rapport van de 13 secretarissen-generaal van de verschillende departementen. De absolute ambtenarentop zelf komt tot de conclusie dat de Rijksoverheid kleiner en slagvaardiger moet. Van de 150.000 banen zouden er op de duur maar 30.000 overblijven. Dat zal als muziek in de oren klinken van professor Pim Fortuyn, die al jaren roept om een kleine en slagvaardige overheid. Behalve privatisering en decentralisatie, waarmee al een begin wordt gemaakt, bepleit de ambtelijke top 1. Scherpe scheiding tussen beleid en uitvoering.